070 Online wordt mede mogelijk gemaakt door Kings World en Den Haag Outdoor. We staan vandaag bij de Prins Willem-Alexander School. Wat is hier precies dan precies aan de hand? Zoals je achter mij ziet is het heel levendig op het moment. We zijn bezig met de feestelijke afsluiting van het MOVE-project op deze school. Dat is een project vanuit de Stichting MOVE samen met de Prins Willem-Alexander School. Waarin de kinderen uit groep 7 samen met een studentencommissie een actie bedenken en nu uitvoeren om de buurt een beetje een boost te geven. En zij hebben zelf het thema gekozen en dat is het thema veiligheid en vrijheid. En binnen dat thema hebben zij bedacht, een actie bedacht, hoe zij dus iets kunnen doen voor de mensen in de omgeving eigenlijk. En ze hebben bedacht om de politie en de mensen uit de buurt wat meer bij elkaar te brengen door een speurtocht over de politie. En die zijn ze vandaag samen met de politie aan het doen. Ja, het project zelf, dus het idee van de kinderen, ze hebben eigenlijk op een democratische manier gekozen voor het thema veiligheid en vrijheid door te stemmen. En daarna zijn ze de buurt ingegaan, hebben ze onderzoek gedaan in de wijk, hebben ze mensen geïnterviewd en hebben ze ook een brainstorm gedaan met elkaar. En toen hebben ze allemaal per groepje een idee gepitcht en daarop gestemd. Het speurtocht is ontstaan dat er een paar studenten hier naar onze school zijn gekomen. En dat we dan iets hebben georganiseerd. We hebben een test gedaan bij welke groep je best kan passen. Ja, en dan uiteindelijk kom je op een idee van oké, wij willen een speurtocht of wij willen een sponsorloop. En dan kan je dat eigenlijk zelf ook bedenken. En het is eigenlijk dat ook dat je de klas er moet overhalen met je idee. Dus je moet wel echt een sterk idee hebben. Ja, als je bij ons bij het politiebureau ziet, zie je om gebouwcamera's hangen. Dat is gewoon omdat de boeven niet mogen ontsnappen. Hè? Maar ook bijvoorbeeld in de binnenstad zie je allemaal camera's hangen. Omdat daar veel gebeurt. Binnenstad is het centrum van de nacht. Er hangen veel camera's van ons. Wat vind je van dit initiatief? Ja, ik vind het heel leuk dat de kinderen zelf wat organiseren. En dat je tijdens zo'n speurtocht ziet hoe de kinderen over de politie denken. En dat je ook op die manier wel vragen van ze kan beantwoorden. Het is een leuke manier om met elkaar in contact te komen. Denk je dat dit helpt voor de buurt? Ja, ik denk dat het wel goed is dat ze ook zien dat er op een andere manier gewoon contact met elkaar kan zijn. Ook met leuke dingen zoals activiteiten, ja, zoals nu met de speurtocht. We doen meerdere soorten projecten. En dit project met de basisschool, dat doen we nu ook op de Anne Frank School in Eskamp met meerdere klassen. Volgend semester gaan we naar de Yunus Emre School, Mandela Plein. En doen we ook een project op een school in Spoorwijk, de Spoorzoeker. En we doen ook projecten met VMBO bijvoorbeeld, op het François Vatel College in Mariahoeve. We doen buitenschoolse projecten ook nog met verschillende organisaties. Dus we hebben een heel divers pakket, maar we proberen wel met de partners waarmee we samenwerken echt een duurzame relatie ook op te bouwen. En wel elk jaar ook terug te komen om het met elke nieuwe groep ook te doen. En dan dit keer is het dan het onderwerp met de politie. Ja. Wat voor meer onderwerpen zijn er? Ja, goede vraag. We hebben eigenlijk 5 vaste thema's waar de kinderen dan zelf uit kunnen kiezen. En dat is veiligheid en vrijheid, kunst en cultuur, ontmoeting en contact, natuur en milieu en sport en welzijn. Kijk voor meer informatie eventueel op stichtingmove.nl of de Instagram stichting.move. Daar posten we eigenlijk elke dag meer over ons project in de verschillende steden waar we werken. Okay.